Hey, goedemorgen kijkertjes. Een achterbandje, ja, een achterbandje en Pirelli. Nou, daar ben ik niet zo blij mee met dat merk. Maar goed, geeft niet. Wat me wel opvalt, hij is van week 41, 2001. Nou, ik ga even uitleggen. Hier staat 4101. Dat is week 41 van het jaartal 2001. Die band is al lang niet versleten en ik moet toegeven, ja, voor zijn leeftijd ziet hij er nog hartstikke goed uit. Maar, zoals verwacht, hij is vrij hard. Hij is niet meer zo flexibel, het rubber is uitgehard. En bij natwegdek wordt dit wel een uitdaging. We gaan hem eens doorzagen en dan gaan we eens even kijken wat we tegenkomen. En misschien kan ik daar wat uitleg over geven, of misschien totaal niet. Maar, dan zien we straks wel bij het eindresultaat. Dus ik ga het hem eerst even in drie delen doen. In drie delen, waarom? Dat is handelbaar, leg ik later uit. We nemen een haakse slijper. Een dun schijfje van de Action. En we gaan eerst de staalkabels doorzagen. Schijfje van de Action, prima spul, maar als je je haakse slijper opruimt of opbergt, alsjeblieft haal die schijfjes eruit, want ze breken en als je hem dan aanzet en hij slaat tegen je hand aan, op het minst wat je zegt is ouw, maar waarschijnlijk is het iets meer dan ouw. Ja, ik heb maar één keer tegen mijn buik aan gehad, was niet echt fijn gevoel. Wat heb ik gedaan? Eventjes op het oog in drieën ingedeeld, gaan we een decoupeerzaag pakken. Met een vrij scherp zaagje. Liefst nieuw. Maximaal zaag. Langs de stalen draad. Zo, nou heb ik drie handelbare stukken en drie stukken die ook de vuilnisbak in kunnen. Wat we zien is dat hier de staalkabels zitten, nou, daar kom je heel moeilijk doorheen. En die zijn van gehard staal, dus dat slijpen we door. Met je decoupeerzaag kom je er nooit niet doorheen. Dit is ook datgene wat jouw band, of wat ervoor zorgt dat jouw band om de verf blijft zitten. Hier hebben we koordlagen en die zijn bij deze band niet zo mooi zichtbaar. Maar dat is van een speciaal soort. Meestal zitten er bij autobanden wel stalen koordlagen. Maar bij motorfietsbanden is dat een ander merk. Of andere soort. Meestal Kevlar, iets in die zin. Nylon wil ook nog wel eens. Verschillende soorten lagen. Ja, en dan hebben we natuurlijk het rubber. Dus als jij 8 mm rubber wegrijdt, dan rij je nog maar op dat dunne randje met 200 km per uur als je wil. Wat ik weet is, deze band is best wel voorzien van koordlagen hier in de wang. Meer dan ik had verwacht. Dus Pirelli heeft hier meer aandacht aan besteed. Meestal lopen de koordlagen tot hier en is de wang vrij dun. Je kunt zo een zakmes door de wand heen steken. Dat is geen enkel probleem. Ook bij auto's tegenwoordig. Vroeger was dat meer in de wangen dan tegenwoordig. Tegenwoordig stelt dat geen ruk meer voor.
Dat hebben ze gedaan om het geluid in de auto omlaag te brengen. En met de motorfiets ook. Want verschillende soorten banden. En dan moet ik toegeven, Maxxis heeft er een handje van om een bepaald soort wegdek best wel herrie te maken. Dat voorkom je door hier zo min mogelijk koordlaag te hebben. Maar je wilt ook stevigheid hebben naar links en naar rechts. En daar zijn die koordlagen wel weer van belang. Want het rubber doet niet zoveel. Dus de type koordlaag wat hier ligt. En ik moet zeggen, zijkant veel bij deze band. En in het rijvlak weinig. Dus ik sta een beetje te kijken van, hé, dit merk is even anders. Hebben we dan een beschrijving daarover? Reinforced. Nou, ik denk dat het dan toch te maken heeft met de zijkant, staat hierop. We hebben een draairichting of rijrichting. Hou daar rekening mee. En hier staat de dikte van de band. Dat is deze dikte, 130. 90% van de 130 is de hoogte en 16 is de inch maat van je velg. Heb je een klein beetje uitleg. Staat hier nog wat op, reinforced tubeless. Tubeless wil zeggen dat de band zonder binnenband wordt gemonteerd en doe dat ook. Als jij een velg neemt die voor tubeless geschikt is met een buitenband die de tubeless geschikt is en je gaat daar toch een binnenband in zetten, kan dat heel gevaarlijk worden. De lucht die tijdens het opblazen van de binnenband in deze ruimte weg moet, kan niet weg omdat we met tubeless te maken hebben. Dat kan, hè? Hou daar rekening mee. En op een gegeven moment klopt de druk aan de binnenkant en de buitenkant van jouw binnenband ten opzichte van de buitenband niet meer. En kun je zachte en harde delen krijgen in jouw band. Omdat de luchtdruk niet evenredig verzet kan worden. Geloof het of geloof niet, ik heb het een keer gezien. Je loopt echt met verbazing te kijken. Het is echt een combinatie die je niet wil hebben. Dus je kiest ervoor om een velg te hebben waar een binnenband op moet. Dat zijn meestal gespaakte velgen met een velglint. Daartussendoor kan de lucht weg. Of je kiest voor tubeless en dan hou je tubeless. Ik ben er geen voorstander van, maar tubeless banden kunnen wel op spaakvelgen gemonteerd worden. Maar officieel moet je dat niet doen. Maar het kan wel. Ik ben er ook niet gelukkig mee, maar soms moet je keuze maken. Als je je er maar van overtuigt dat de lucht die tussen de binnenband en de buitenband weg kan. En dan hebben we een veel minder groot probleem. Kijken we naar de binnenkant van de band. Deze is ruw. Ik moet zeggen, hij is inderdaad erg stevig, deze band. Kijken of we hier nog wat gek zien. Soms zien we een pukkel. En dan hebben we dus een gerepareerde band. Even heel simpel. Eigenlijk moet ik meer banden laten zien. Maar ik heb nu alleen een Pirelli band. Pirelli heeft niet mijn voorkeur. Maar maakt ook geen hele slechte banden. Het zijn banden met... Ja, zijn stevig, zijn hard rubber, gaan vrij lang mee. Hebben wat minder plezierige rij-eigenschappen, maar voor de rest veilige band. Geen nadelige band. Trouwens, die MT66, daar staat voor maximale druk of rijsnelheid de belasting die je aan de band kan geven. Hoe hoger het getal, hoe beter het is. Als je gaat kijken op pneus.com, dan kun je zien dat op een gegeven moment een motorfiets met 7 pk en 2 inzittenden een vrij hoog getal heeft. Ik let daar wel op, maar wij rijden met een motorfiets die A, weinig pk's heeft. En B, ja, oh hier staat hij trouwens, 73 aan, neem me niet kwalijk, 73. Dus het is inderdaad vrij hoog, MC. Dat zijn allemaal die coderingen daarvoor wat die band mag hebben. Hij is inderdaad hoog, ja. Dat is netjes, want ik zie op mijn Maxxis staan 57H. Nou, dat is dus lager. Maar als jij een motorfiets hebt met 250 pk en je wilde met je kamerolifantje achterop stappen, dan kan zo'n band best wel belast worden en heb je gewoon even wat meer en harder soorten rubber nodig met betere koordlagen. Nu hebben jullie gezien dat ik die velg of die band in drie stukken heb gezaagd. En dat heeft een reden. En ik heb het lange tijd niet willen vertellen. Maar denk aan het milieu. Er worden nog steeds banden gedumpt in de natuur. En dat hoeft helemaal niet. Nou weet ik dat sommige gemeenten zeggen we willen ze niet. Omdat het Kevlar bevat en geen autoband is. Maar de meeste gemeentes hebben een verdrag gesloten met de autobandenwereld. Dat alle banden worden ingeleverd en verzameld. En kosteloos opgehaald moeten worden. Of ingeleverd moeten kunnen worden. Dus bij de gemeente kom ik met 4 banden aan. Dan kijken ze je lekker aan. Zoveel ben jij aan het doen? Ik zeg even met mijn hobby bezig. Ja, ik kom banden in. Ja, ze autoband. Ik zeg nee. Motorfietsbanden vallen daar ook onder. Ze roepen weliswaar van niet.
En ze willen ze ook eigenlijk niet ophalen, die ophaaldienst. Maar ze zijn in veel gevallen contractueel, technisch gezien, verplicht om die banden te gaan halen. Wat gebeurt er dan mee? Ze worden er gewoon uitgegooid. Die banden worden uit het systeem gehaald en waren gewoon de afval in. Nou, in mijn geval moet ik naar de Milieustraat rijden. Dat is een x-aantal kilometers, dat is milieubelastend. Wetende dat ze straks toch weer vervoerd worden naar een ophaalcentrum. Daar worden ze er weer uitgepakt en gaan ze de vuilnis op. Weet je wat? Ik zag ze in 3 stukken. En dan gaan ze hier gewoon de ondergrondse container in. Het is hobby, het is gewoon rubber. Het is gewoon waar ik mee gespeeld heb. Het is plezier. En zo gaan ze ook op een nette manier het afvalsysteem in. Waar komen ze blijkbaar terecht? Ze komen waarschijnlijk terecht bij de verbrandingsoven. En ach, laat dit nou een product zijn wat prima verbrandt. En helemaal geen probleem is voor zo'n grote oven. Ik heb er zelf 2 keer mogen kijken. Als je daar geweest bent, valt je bek open en snap je gewoon dat we heel dom aan het lullen zijn en heel moeilijk doen over het milieu. Maar dat is niet zo. Dus, zaag ze in 3 stukken. Je hebt gezien hoe ik het doe. Breng ze netjes naar de ondergrondse container of in je afvalbakje. Daar passen ze nu wel in. En we hebben ze op een nette manier verantwoord opgeruimd. Nou, dankjewel voor het kijken. Dat is eruit. Hoi hoi.